Volk van Suriname, vrienden, medewerkers, hier is Tjan Santokki, uw president. En zoals u het bericht heeft kunnen volgen, ben ik vandaag getest geworden. En ik ben positief getest geworden op het COVID-virus. Dat wil zeggen dan dat je in quarantaine moet. En dat ben ik ook. In een quarantaine, mijn eigen thuisquarantaine op Lelydorp, waar alles is aangepast. En voor de rest, mijn omgeving is ook getest. Ministers zijn ook getest. Gelukkig zien we daar nog geen resultaat van positief bevonden. Ook First Lady is getest. Zij is ook negatief bevonden. Dus zullen wij ook dit traject moeten afleggen, wat voor de president is uitgezet door het medisch team. En daarbinnen is het medisch team goed bezig door alle onderzoekingen te verrichten. Alle resultaten zijn tot nog toe binnen de vastgestelde normen. Dus wat dat betreft gaat het goed. Ik heb geen symptomen van ziekte op dit moment. Maar aan de andere kant zijn er protocollen die in acht moet nemen om besmettingen te voorkomen, om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Dat is de bedoeling, dat wij dan ons isoleren. Ik krijg een heleboel telefoontjes en apps en berichten die ik allemaal niet kan beantwoorden. Maar langs deze weg wil ik al de personen die mooie berichten gestuurd hebben, berichten van beterschap en allerlei zegeningen en gebeden, allemaal bedanken. Al deze zaken heb ik nodig. Maar ja, ik zie ook dat mijn erf een soort groentetuin begint te worden. Want iedereen stuurt verse fruit. Dat heb ik allemaal nodig. Dat gaat ook bijdragen. Dat je weerstand sterker gaat worden. Nogmaals, aan ieder bedankt voor de attentie die jullie tonen. Maken jullie zich niet druk. Maken jullie geen zorgen om. Er wordt goed op me gelet. Ik let goed op mezelf. Het komt weer goed. Qua bestuur van het land gaat alles gewoon door. Met die verstande dat zoveel mogelijk gewerkt wordt vanuit jouw huislocatie, je fysieke locatie. De moderne technologie wordt ingezet van virtuele communicatie, van Zoom en andere soorten communicatie. Wat maakt dat je normaal kan functioneren. Dus het bestuur wordt normaal gevoerd. Het bestuur gaat gewoon door. En voor de rest wordt alles aangepast aan de omstandigheden. En ja, de matak wa hogri, etja wa boom, ik rust nu heel goed uit. Misschien had ik dat ook een beetje nodig, want nu zie ik hoe belangrijk ook die rust was. Nogmaals, laten we eens deze periode op een goede wijze, gezonde wijze, verantwoorde wijze uitzetten. En als de medici zeggen dat daar weer het moment is dat je normaal kan functioneren, dan gaan we dat weer doen. En ieder bedankt, God bless you all. Dit is Tjan Santokki, president van de Republiek Suriname.